Salim T. Ik ben Mark en ik ben hier vandaag weer met Chronicles of Tycoon 2 met Ido. Hi. En ik zie gelijk al dat Ido weer lekker bezig gaat met die achtbaan. Dat zie ik in deze week. En ik heb gelijk een les van. Organisatie, maar. Oké. Okay. Gaat Ido serieus daarin bouwen? Oh. 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 Fuck, ben jij toe? Ik ga don't do it. It's too dangerous. En we gaan even een stukje omhoog. Ik ga denk ik even een miniatuurspoorweg even maken. Zodat mensen van de ene de kant van het park nog best wel makkelijker naar de andere kant kunnen. Ik vraag me af waar ik dat ding neerzetten. Even kijken, dan gaan we hier nog iets van een halve looping. Boom. Boom. Pas er gewoon serieus net niet. Dat is zonde. Serieus, het kunstwerk is weer repareren. Zo, dit is de achtbaan. Ja, nee, dat kan. Dat is wel geen jouw idee om zo'n door die ruimte in de boom. Ja, kan. Ja, alles kan. Thee kan, koffie kan, bier kan, water kan. Alleen moet ik de wachtrij niet te lang maken bij deze. Dan gaat het mis. Het gaat fout. Oom op een bakfiets, overal bloed spetten, zeg ze maar door. Niet precies wat ik bedoelde, maar. Hè? Wat? Ja, wat je net zei. Wat zei ik dan? Ja, op een bakfiets, een bloed spetten of zo, weet ik dan wat je allemaal zei. Pure garbage. Wat ben jij dan aan het bouwen? Wat ik al zei. Een waar? Op de plopper. Plopper. Dat is een monorail. Ja, maar dat is hetzelfde. Nee. Dat is niet dezelfde. Wat zei ik dan? Je wil een spoorweg gaan leggen. Ja, iets in de richting. Oh, moet je eens kijken hoe hoog intens waar is. Maximale G, 5.39. Dat is niet echt zo goed, denk ik. Precies goed genoeg. Voor mij dan. Meten en pompen. Wat? Zoiets. Hoeveel iets tegen wat niet klopt? Wat klopt hier niet dan? De toren die ik gerepareerd heb. Verkeerde kleur. Zal ik het echt maar losgooien? Ja, dat maar. Hey, ik vind het schokken. Ja, dat zie ik wel vaker thuis. Laat een schoteltje op de grond vallen. Dat
dan vliegt het niet, dan valt het. Ja, maar vaak moet het eerst lanceren. Ik vraag me af wat je al voor het gemaakt is. Vaak word ik aangetikt en dan vliegt alles niet rond. Ja, maar wel een complete bende bij jou deugd zijn. Nee. Er komen alleen geen mensen in mijn achtbaan. Ja, dat is wel een beetje een probleem. Zo. Ja, ik kan hem zo een tikje langzamer maken. Kan die weer op? Nee, fuck. Ja, dan gaan we proberen meer te kijken van wat de fuck gaat dat doen. En waarom gaat er gewoon niemand nog in? Het is echt wel echt te heftig. Oh, waarschijnlijk. De waardes vallen best wel mee. Te geloven. Maximale verticale G-kracht, 5.9. Hey, gaat er iemand in? Nog iemand? Kijk, ze willen wel. Ik moet gewoon erin vinden. Gewoon onder druk zetten. Afpersen die hap. Dat is ook niet wat ik bedoel. Wat? Ja, wat je net zei. Was dat iets te? Iets? Het is wel heel licht van uit. De cirkel staat in de weg. De hoofd staat vooral natuurlijk in de weg. Jouw hoofd is ook nog wel in de weg. Zo. Dat zeg ik. Holy shit. Je kunt het horen. Wat kan bij jou? Dat zie je helemaal. Oh, daar. Daar. Ik denk wat één grote weerwar ben aan. Dat is juist de bedoeling. Oh god, voor mij. Oh, mensen heb ik. Voor mij zou ik een crash aankomen. Nee. Ja. Maar het ging goed. Was dat een boom? Nee. Zo, mijn achtbaan heeft een hele mooie naam. Wow, kijk, het is zo mooi. En dan gaan we lachen, gieren, brullen en huilen tegelijkertijd. Dat is het zeker. Het is zo jammer. Deze monorail ziet er vrij spannend uit. Echt hè? Ook echt vrij veel bochten. Juist, ik bedoel. Oh ja, nee, natuurlijk niet. Dat kan daar niet over. Nou, dan gaan we gewoon even links om. Oh, dat kan ook niet. Er zit ook weer wat in de weg. Je kan nog omhoog. Nou, ook niet echt veel. Maar Mark, joh. Als je nou verder terug gaat, ga je over die andere achtbaan. Over de houten achtbaan. Maar dat ratten geeft voor een muis. Fuck jou. Nou, goed geluisterd had. Dat klopt in mijn zin ook niet. Ik hoor een rat. Nee, ik hoor een muis. Waar is het rattengif? Een muis is geen rat. En een rat is geen muis. Het is beide niet hetzelfde. Hij gaat steeds door de looping heen. Ja, dat zei ik toch. Pak er ook meteen die andere looping mee. Nou, ik denk niet dat dat past. Met die andere achtbaan. Met die kaas soufflé? Ja. Houdt de achtbaan in, staat in de weg. Ach, je staat zelf in de weg.
Ga gladde houtwerm erin los. Dan blijft er niks meer van over. Oh, soepel gaat het weer. Er zit een berenvlucht. Ja, maar jij kiest zelf de moeilijkste weg. Als je een andere weg gekozen had, was het veel makkelijker. Ga maar goed op de grond. Het is toch een moeilijke route, zeg. Nou, je hoeft niet erin looping in, hè, Mark? Ja, maar dat wil ik gewoon juist. Gaan we serieus onder de grond door? Ja. Oh my god. Kom, we gaan een monorail boven de grond bouwen. Maar hij moet functioneren als metro. Precies. Dit is de wereld op zijn kop. Ja, het is toch bijna het gevoel van transport. Of zoiets. Er zit een verschil tussen transport en transport. Ja, dat klopt. Nou ja, wat is het verschil dan? Spooktuin. Spooky, scary skeleton. This is Halloween. This is Halloween. Ido, januari. Oh, kerstmuziek dus. Nee. Sinterklaasmuziek? Ook niet. Pepernoten. Ik heb toch al een pepernoten thuis. Maar. Ja, ik trouwens ook nog thuis. Echt voor volgend jaar. Wat dat zijn die dingen waarschijnlijk al helemaal zacht. Ja, of steen en steenhard. Als het begint een regenboog te worden, kan ook nog. Dat zijn chocolade en pepernoten. Gewoon echt één grote bom aan suiker en calorieën. Oh, die van jou? Ja. Oh nee, gewoon een normale pepernoten. Ik hou niet van chocolade. Ik heb hier al eens een keer drop langs mijn bureau. Maar gewoon 2 jaar in een verpakking gewoon dicht. Lekker. Ja, ik eet ook nog wel een keer op. Ja, komt wel. 2 jaar later lag het er nog. Dat is meestal het probleem zo. Denk van ja, gewoon even uitstellen die shit. En dit was geen geval van uitstellen. Het is gewoon een geval van niet opeten. Of in het geval hebben van geen zin om te eten. Dat is drop en pepermunt. Rare combi. Wat? Een beetje een rare combi, maar ik heb ergens gehoord. Zoals zouten haring met slagroom? Dat is zoet plus zout. Dan krijg je zoet zout, zuur. Of roomsoesjes met tomaten. Gadverdamme. Moet er niet aan denken. Ik heb allemaal gewoon de soesjes. Ook al eerder dan de soesjes. Ik zag iemand een keer in een restaurant lopen. Die had serieus biefstuk. Wat? Met een bolletje ijs erop. Met champignonsoep op het bord. En die gozer vrat ook nog op, ook nog, even nog lekker ook nog. Spicy. Mark, nu ga je weer helemaal terug naar station. Ja. Wilde muis 1 is nog niet steeds gerepareerd. Ik wil fix dat shit. Fix jij het even, mijn lui. Nou, hij wordt nu gerepareerd zelfs. En bezoekers klaar weer op de sneeuwpoelkamer. Ja nee, dan is het ene, dan is het weer het andere, dan is het zo, dan is het zo. Ik heb 7 nieuwe monteurs aangenomen. Ik heb. Ook zie je wat smerig is. Klusjes, man. Kom eens hier. Hier. Even op het touw om de schoon te maken. Dat ga ik ook maar doen ook. Hij had je schoonmaken moeten worden. Je wordt gewoon gedwongen. Gewoon nog slaap. Het is geen vraag. Het is gewoon dwang.
Anders mag jij vanavond niet naar huis. Anders kom je je familie nooit meer te zien. Of de familie jou nooit meer. Zo, dikke bedreiging hier. Ja, ik denk dat dat beide nog behoorlijk... Als dit later ook zo is, als wij een baan hebben of gewoon baas van iets zijn, en dan mensen zo... Werk is werk! Ja, gewoon zo dwingen, dan... Nou. Jullie zijn onze slaven. Jullie zijn slaven van ons. Dus jullie gaan als slaven werken. Ja, wat? Weekenden? Doen we niet aan. Weekenden betalen? Nee. Ja, is 7 dagen werken, 1 dag betaald. Oh my god. Als je geluk hebt, vakantie is voor mietjes, doen we niet aan. Ziek, kun je gewoon werken hoor. Ja, dat heb ik gezien. Zo, een dikke slavenarbeid dan. Wat dan? We doen die aan slavenhandel. Arbeid. Precies. Slavenarbeid is voor mietjes. Nee, slavenhandel is voor mietjes. Slavenarbeid is voor de echte pro's. Enterprise? Ido, wat de fuck ben je nou aan het doen? Ido. Is Ido malfunctioning? Ido! Joehoe! Is Ido dood of zo? Wat de fuck is hij aan het doen? Kom je op mijn kamer binnen? Oh ja, nee, dat kan ook. Ik hoorde iemand omhoog komen, dus ik dacht, ik mute de microfoon alvast. Oh, ik wou al zeggen. Yay! Finish! The Diamond Standard. En het regent, het regent. Mark, ingang op plaatsen moet je nog. Ja, doe ze. En doen we shuttle modus of zoveel mogelijk treintjes? Zoveel mogelijk. Ook treinkartjes. We gaan wel sneller aan lopen, dit. Zoiets. Die ja. Hele route. Echt, hè? Ik had niet niet een route kunnen maken, godzijdank. Deze was bijna 70, volgens mij. 45 zie ik al staan. Hey, ik ben gewoon eerlijk. Ik ben 65. Ik ben gewoon helemaal niks. Kom je erbij. Dat was net. Nou, top. Ik heb volgens mij wel aandoen. Ja? Ik vind het goed. En in de tussentijd ga ik nu deze aflevering weer afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef een like en abonneer even op ons kanaal. En dan zie ik volgende keer weer. Later. Cheers.